Ondanks een lagere netto-omzet behaalde Friesland Campina over het jaar 2015 een hogere winst. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in Amersfoort. De winst gaat deels naar de leden. Ja, ik heb bij de leden melkveehouders aangegeven dat ik toch een beetje met een dubbel gevoel sta. Want het prestatie wat Friesland Campina neergezet heeft is de beste prestatie ooit. Maar dat wel in het kader van een lagere melkprijs. En die prestatie Friesland Campina heeft dat niet volledig kunnen compenseren. Dat gezegd hebbende is die prestatie die Friesland Campina gemaakt heeft, komt voor een groot gedeelte weer ten faveur van onze leden melkveehouders. Dus zeker, we hebben 300 miljoen verdiend, maar dat komt ten goede aan onze leden melkveehouders. De markt die moet uiteindelijk uit marktwerking van vraag en aanbod weer herstellen. En dat heeft zich de afgelopen jaren bewezen hoe dat uitwerkt met behoorlijk grote schommelingen. Nou, en daar zitten we nu weer middenin, of ook middenin natuurlijk, en dan helaas wel weer op een dieptepunt en niet op een hoogtepunt. De 2 cent regeling die Friesland Campina begin dit jaar inzette was een dure maatregel. Hij was duur en niet duur. Hij was duur omdat we, als je hem uitrekent, we hebben een 14 miljoen betaald voor 35 miljoen melk wat dan niet geleverd is. Dus als je het omrekent is dat 40 cent per liter wat we betaald hebben voor niet geleverde melk. In die zin kun je zeggen het is een dure maatregel. Tegelijkertijd zeg ik hij was ook niet zo duur, want hij kwam wel bij onze leden terecht. En we hebben daarmee andere kosten voorkomen die we hadden moeten maken. Dus het moet dan wel relevant zijn voor de situatie waarin wij als coöperatie en onderneming samen dan zitten. Nou, daarom hebben we die maatregel genomen. Zijn we blij dat we hem hebben genomen. Heeft hij goed effect gehad. Maar nogmaals, het beïnvloedt de markt niet en je kunt hem ook niet structureel inzetten. Want daar is hij echt te duur voor.